muziek, ja. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij deze uitzending van VI. Het is vrijdag 28 februari en op deze speciale locatie boven in het Café Peert houden we deze uitzending van VI. Normaal met Johan Derksen, ja, die is boos weggelopen. Maar ook weggelopen of nog niet aangekomen is Jan Boskamp. Was op dieet, maar op de A2 stond iemand met een enorm bord gratis bamihappies, dus wij denken dat hij zich heeft overgegeven aan een feeding frenzy. Maar gelukkig aan tafel aangeschoven is hier Roel van der Gij. Goedenavond, beste kijkers. Roel, hartelijk welkom dat jij toch gekomen bent en alles goed? Uitstekend, zeg. Lekker voetbal gekeken van het weekend, daar heb je die zin in. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb weer eens die Nederlandse competitie gekeken. Ja. Gaat helemaal net. Niet leuk geweest? Leuke aanvalletjes, verdediging, keepers? Wat... Echt, gelijk. Ik vond er weer helemaal niks aan. Ik heb echt niet genoten van die Nederlandse competitie. Nou, we hadden toch een paar topwedstrijden, maar niks gezien. Niks gezegd van nou, dat kan zo naar meneer Van Gaal en het Nederlands elftal. Nee. In Nederland? Nee. Oh, maar je hebt dus wel genoten misschien van buitenlands voetbal. Oh, zo'n broek. Zo. Een bollebroek? Ach, wat denk jij? Barcelona, beste kijkers. Een Xavier, een Messi. Messcherpe aanvallen. Ik heb zitten genieten, jongen. Ja, ja. Zo'n top. Ja, dat is natuurlijk de top, hè. Manchester United, heel veel geld. Chelsea, Bayern München natuurlijk. Oh, dat is natuurlijk echt genieten. Dus ik wou er even over hebben. Wacht even. We krijgen een e-mailtje binnen. Oké. Okay. Mailtje van Kimberly de Wit uit Rijsoord. Papa rolt die hele dag de polonaise. Ajax wordt weer kampioen. Beste Roel van der Gijp. Wat had jij de kans in van Ajax dit jaar? Bon, die gasten kunnen helemaal niet voetballen, man. Nee, maar toch, staat toch bovenaan. Ja, kom op, zeg Gerrie. Gaan ze even op bezoek in Salzburg, bij Red Bull. Wat denk je? 3-0 op de klote. Nou, het was oké, okay, het was in de arena, maar ze zijn een beetje afgeslacht. Maar dan is het toch, dat is toch wel jammer, maar goed. Dus jij denkt niet dat... Nee, absoluut niet. Twente misschien dan, of Feyenoord misschien, of... Mag ik het hardop zeggen? Ja, zeg maar. Je zit hier voor je mening te geven. Ik denk toch... Feyenoord? Ja, ik denk het wel. Ach, kijk. René heeft altijd gelijk gehad, ook toen met het WK. Hij voorspelde als enige Nederlander dat Spanje wereldkampioen zou worden. En ja, ik moet zeggen, je had gelijk. Dat ga ik. Maar je hebt ook nog op YouTube een beetje zitten koekeloeren naar andere soorten filmpjes. Och, wat heb je gezien? Ik denk, weet je wat? Ik zal eens naar vrouwenvoetbal gaan kijken. Helemaal hot natuurlijk. Ja, al die vrouwenteams. Ja. Ik denk, even kijken. Nog wat lekker zussen zit natuurlijk. Oh, wat denk jij? Ja. Zie ik een wedstrijd in Frankrijk? Echt? Nou, het schoppen hebben ze uitgevonden, Swing. Ha, echt? Ongelooflijk. Ja. Maar ik zal het jullie even laten zien. Start dat laptopje op en dan zien jullie me even.